Ja, het is weer vrijdag. Dus ja. Is het tijd voor een samenvatting van de uitzending die ik elke vrijdag heb tussen 2 en 4 op Radio 1. 3 minuten, Umberto. Dat er misstanden waren is duidelijk, maar dat het de kans van strafrecht op zou gaan uiteindelijk, dat heeft mij toch ook verbaasd. De toeslagenaffaire. Eerder vandaag hebben staatssecretaris Veilbrief en ik aangifte gedaan. Een historisch moment. Knevelarij. Het gebeurt zelden dat een ministerie aangifte doet tegen een dienst waar hetzelfde baas over is. Iedereen zat wel te luisteren naar Van Huffelen en iedereen keek elkaar wel aan van wow, wat heftig. En ik dacht meteen, oh, die gedupeerde, jeetje, wat zullen ze hier ook van vinden? Maar uiteindelijk heeft dan toch de persconferentie en dat de terrassen op 1 juni overgaan, opengaan, de overhand. Dus het gaat met name over aangifte tegen de dienst, maar gaat het ook over aangifte tegen individuele ambtenaren? Nee, nog niet. Er wordt een heel duidelijk onderscheid gemaakt. Het gaat nu om een aangifte tegen de dienst. Maar Van Huffelen erkent, en ook de directeur-generaal toeslagen, afgelopen woensdagavond nog, in een weekbericht aan de medewerkers, dat het straks ook kan gaan over individuele personen. Dat is? Benny. Benny, hoe heet Benny? Ik moet nog harder werken, ik moet nog harder knokken. En verdorie, ik ga bewijzen dat ik beter ben. Ja. En ik laat zien dat ik beter ben. Dus die Marokkaanse trots, wat vaak een negatieve connotatie heeft, bouwen ze om in iets positiefs. Van, ik zorg ervoor dat ik er kom. Zeker toen ik vanaf mijn 16 dat ik altijd bij de beste spelers hoorde, maar ik was de enige die geen contract kreeg. Dus dan ga je wel dingen afvragen van... Van je bent een beetje een moeilijke... Dat is een moeilijke jongen, Marokkaanse afkomst. Dan ga je daar zeker aan denken. Daar heb ik zeker aan gedacht. Ja, Tjeg, maar je hebt ook Boularus gesproken. Ze zeggen het eigenlijk allemaal. Allemaal? Ja, echt misschien één uitzondering, maar ze zeggen het allemaal. Er zit een creatief team bij elkaar en die zegt, laten we die nieuwe Golf 8 nou eens introduceren met een witte hand die een zwarte man die te dicht bij die golf komt, wegschiet en dan een restaurant in waarop staat Le Petit Colon, het kleine kolonistje. Dat heeft met alles te maken. Die witte hand die de white power gebaar maakt en heel close in beeld komt. De letters, je zei het net al, die op het end in beeld komen. Neger stond daar gewoon. Je mag wel in het toeval geloven. Maar zoveel verschillende echt aanwijzingen dat het diep racistisch is. Ja, dat is te veel van het goede. Als je kijkt naar jullie Instagram-account, met name 433, dan zie je hoeveel grote spelers jullie volgen, jullie liken. Of nou Paul Pogba is, noem ze maar iedereen. Of Donny van de Beek in Nederland. Helpen die mannen je bij de groei? Juist die grote spelers uit de Premier League, uit al die competities? Ja, zeker. Want je ziet gewoon dat wij veel meer één zijn met de spelers in plaats van... De traditionele journalisten waar ze gewoon eigenlijk liever niet mee praten.